Lang geleden, bijna 600 jaar, was er eens in het oude Drenthe een verlaten, zanderige en stoffige vlakte. In de zomer was het er heet en droog en het veld was groot en wijd. Een laag land dat reikte tot aan de horizon. Toch gaf deze plek niet de indruk van een woestijn. Want over het hele veld verspreid zag je in het stuifzand de fel paarse heide staan. Als een grillige oceaan, bevroren in de tijd. Vanuit die heidezee rezen hier en daar spitse struiken op, waar men de jeneverbessen in kon vinden. En heel af en toe kon je nog wel eens een verdwaalde elzenboom ontdekken, maar er was nog nauwelijks bos. Rondom dit gebied lagen verschillende dorpen. Ten noorden had je Schoonlo, ten oosten lag Odorn, ten zuiden Zwelo en ten westen lag Orvelte. Dit waren de grootste dorpen die aan het veld lagen. Er lagen ook nog een aantal kleinere dorpjes. Elk dorp had zijn eigen herder met een kudde heideschapen. De herders uit de omliggende dorpen kwamen elkaar niet snel tegen, want ze bleven zoveel mogelijk aan de rand van dat enorme heidegebied. Al tientallen jaren hing de geur van ontbinding als een permanente, onzichtbare mist over de heide. De kadavers van afgedwaalde heideschapen lagen over de gehele vlakte verspreid. Gek genoeg leek het erop dat dit zonder uitzondering altijd zwarte schapen waren, ontdaan van hun wol. Ook de lijken van nietsvermoedende reizigers, die in hun onwetendheid de snelste route over dit heideveld hadden gekozen, maakten deze plek zo gevreesd. Tot overmaat van ramp was er in de loop der jaren een aantal jonge vrouwen spoorloos verdwenen. Een groot kwaad moest hier zijn aanwezigheid hebben. Vandaar dat de heideschapen alleen aan de rand van het veld mochten grazen, dicht bij het dorp. Maar daar werd het na verloop van tijd kaler en kaler. Dit betekende minder mest voor de akkers en dus minder voedsel voor de mensen. Ook de eens zo bruisende handelsroute die van Groningen dwars over de vlakte naar Coevorden liep, werd steeds minder gebruikt en het hele gebied werd gemeden als de pest. Dit bij elkaar betekende honger en schaarste voor de inwoners van elk van de omliggende dorpen. Ze moesten maar zien te leven met het onzichtbare kwaad. Elk kind had van zijn ouders wel geleerd dat het grote veld om duistere redenen niet betreden mocht worden. Verschillende verhalen deden de ronde. Die heide wordt bewoond door de demon van Lucifer. Oh, daar is niks van aan. De heksen en de reuzen zaaien weer dood en verderf op het veld. Dat is zo wissen als een klont die zuut is. Die zou wel gelijk hebben, maar de witte wieven zitten ook niet stil, hè? Ze hebben al die vrouwen ontvoerd om zo hun ongeboren kroost af te pakken. In een van die kleinere dorpjes, toen al bekend onder de naam Westdorp, woonde de mooie Marieke. Haar goudblonde haar glom in de felle zomerzon. Ze was juist aan het werk op het land toen er weer een groep jonge mannen voorbij kwam. Met de grootste van het stel, genaamd Teunis, voorop. Hé, hey, Grietje Marietje. Is het niet veel te warm voor zoveel kleren? Ja, je schuipt toch zeker niet? Oh, ze kijkt, ze kijkt, ze kijkt. Oh, wat ben jij mooi als je boos bent, zeg. Hebben jullie niks beters te doen? Probeer voor de verandering anders even na te denken. Dan kom je er wel op, zei Marieke, terwijl ze de graanhalmen samenbond. Zo ging het dag in dag uit. Marieke, haar schoonheid, had dit effect op de jonge mannen uit haar omgeving. Maar ook de oudere mannen konden hun loerende blikken lang niet altijd onderdrukken. Marieke merkte steeds weer dat ze deze aandacht niet goed hebben kon en vervloekte haar uiterlijk soms. Ook omdat andere vrouwen in het dorp erg jaloers konden worden. Er was echter één jonge man waar Marieke zelf graag naar loerde. Hij woonde niet in Westdorp, maar in de grote noordelijke stad Groningen, zo had Marieke al horen verluiden. Hij was bode en kwam eens in de zoveel tijd brieven of andere boodschappen bezorgen op zijn zwarte ros. Op een zekere dag hadden hij en Marieke elkaar aangekeken.
Ze hadden zich moeilijk van elkaars blik kunnen losmaken. Hij had haar niets gezegd. Geen opmerking over haar gouden haar. Geen valse lachjes. Geen toespelingen. En ze had in dat moment alle ruimte kunnen vinden om haar gevoel voor deze jongen tot bloei te laten komen. Ook al wist ze niets over hem. Iets in zijn ogen gaf haar een immens vertrouwen. Op een zwoele avond kwam Marieke thuis van het land. Haar vader was al bezig het eten klaar te maken. Hij was slechterbeen geraakt, maar kon zich in het huishouden nog nuttig maken. Mooi, lieverd. Mooi. Eten is binnen klaar. En wij moeten even praten. Hij pakte haar handen vast. Ik ben zo blijde dat je elke dag weer zo hard aan het werk bent om ons in leven te houden. Mijn gouden appeltje. Je moeder zou ook zo trots op je geweest zijn. Sorry. Sorry, ik weet dat je niet graag hebt en dat ik over haar praat. Maar echt zo trots. Je moe was ook zo'n harde werker, net als jou. En zo koppig ook. Marieke wilde van onderwerp veranderen. Haar moeder had hun in de steek gelaten toen ze nog heel klein was. En wat Marieke betreft was dit nu een afgesloten hoofdstuk. Vader, wat ligt er op je hart? Marieke, je bent nu een jonge vrouw geworden. Ik weet dat je ook hier niet graag over praat, maar het is een onvermijdelijk deel van het leven. En Marieke, je moet een vent. Marieke trok haar handen los en ging nukkig aan de houten tafel zitten. Liever, luister nou even. Er is een goede partij bij me aan de deur geweest vanmiddag. Dat zeg je altijd. Nee, maar nu... Nou, Marieke, dit is een kans die we niet kunnen laten schieten. We? Hij komt niet van hier. Hij komt uit de stad. Hij is van goede huizen. Marieke richtte zich op. Ze dacht aan de bode uit Groningen, terwijl haar hart plots begon te razen. Hij is al wat ouder. Ouder? Maar hij heeft best een mooie kop. Ja, een beetje aan de zware kant misschien, maar dat geeft ook status. Hè? Hij is onze redding, Marieke. We zullen nooit meer honger lijden. Hij haalde de pot van het vuur en schepte het armzalige beetje prut op hun houten borden. Trouw jij dan maar met hem. Koppig klein kind dat je bent. Je hebt hem nog niet eens ontmoet. Weet je wat nog eens een goed idee zou zijn? Onze schapen weer laten grazen op het grote veld. Die honger die we nu hebben, kunnen we daar in één klap mee oplossen. En dan hoef ik niet te trouwen met een of andere rijke vent. Marieke, wat het ook is, er waart daar iets schrikkelijks rond. Bijgeloof. Reuzen en heksen. Oh, pas op hoor, want de duivel zal je pakken. Goed, goed. Maar wat wil je dan? Alleen sterven? Hoe lang denk je dat ik nog hier ben om je gezelschap te houden? Ik kan nu al geen zwaar werk meer verrichten. Straks zal het huishouden ook niet meer gaan. En waar denk je dat de volgende stap bent, Marieke? Als je zo koppig blijft en elke man afwiest die interesse in je toont, dan zullen mensen zich van je afkeren. Dat beurt al in het dorp. Je verliest respect. Je jaagt mensen tegen je in het harnas. Ook al ben je dan nog zo'n mooie meid. En dat is mijn schuld? Heb je er wel eens bij stilgestaan dat het misschien niet aan mij ligt? Dat ik gewoon de pech heb opgesloten te zitten in een dorp met alleen maar nare, bijgelovige pestkoppen om me heen? Ik wil een man, vader, maar ik wil een man waar ik van kan houden en die van mij houdt om wie ik ben. Jij houdt helemaal nergens van. Marieke slurpte haar bord in één teug leeg en maakte dat ze naar buiten kwam om het gezeur van haar oude vader niet langer te hoeven aanhoren. Ja, ja. Ja hoor. Trek je maar weer terug als een beledigde prinses. Zolang het maar aan de anderen ligt, hè. Makkelijk zat. Marieke was gaan zitten op het hek van haar akker. En ze staarde beteuterd voor zich uit. Moest ze maar gewoon trouwen met die rijke vent en hopen dat ze vanzelf op hem gesteld zou raken? Moest ze de jonge man uit Groningen proberen te vergeten? Of zou ze zelf eens op de bode af kunnen stappen? Gewoon om een praatje te maken, als ze dat durfde tenminste. Opeens merkte Marieke een vreemde figuur op, die een stuk verderop aan de rand van de akkers, bij het hoge gras, aan het rondneuzen was. Het was een lange, grote gestalte met ruige zwarte haren en vuile, gescheurde kleren. Ze had hem nog nooit eerder gezien. Hij leek wel een wilde man. Gebiologeerd keek ze hoe hij tussen het gras de grond onderzocht, alsof hij
driftig op zoek was naar iets kleins dat uit zijn zak was gevallen. Plotseling keek hij op. Alsof hij voelde dat hij was gezien. En keek recht in de ogen van Marieke. Hij bevroor even. Maar toen begon hij zachtjes voor zich uit te mompelen. Terwijl hij zijn ogen op haar gericht hield. Hij richtte zich op. En begon nu ook langzaam zijn armen te bewegen. Alsof hij een toverspreuk uitsprak over Marieke. Hij schudde soms zijn hoofd. Dan knikte hij weer, terwijl hij bleef murmelen. Alsof hij met iemand sprak die zich ergens om hem heen in het lange gras had verscholen. Marieke bleef als versteend zitten. Marietje! Marieke schrok op en draaide zich om. Daar stond een man in een chic pak. Zijn buik puilde boven zijn broek uit. Zweetdruppels waren zichtbaar op zijn bovenlip. Hij zette zijn beste glimlach op. Zo, Marietje. Marieke. Ze wilde haar aandacht weer op de wilde man richten. Maar die was spoorloos verdwenen. Mijn excuses. Mooie Marieke. Ik zag je deze kant op lopen vanuit mijn rijtuig. Ik vroeg me af of je het goede nieuws al vernomen hebt. Het goede nieuws? Nee, dat denk ik nog niet. Nee, nog niet met je vadertje gesproken? Hij kon niet wachten je te vertellen, dus ik nam aan dat je het wel wist. Die aanname klopt. Het is alleen een andere aanname die u bij moet stellen. Wat bedoel je? De aanname dat nieuws goed nieuws voor mij zou betekenen. De man zijn grijns verdween en hij trok zijn hoofd naar achter in verontwaardiging. Marieke, vind jij het geen goed nieuws dat ik je vadertje om je hand gevraagd heb? Dat ik van alle vrouwen in de streek juist jou gekozen heb om mijn rijkdom mee te delen. Heeft je vadertje je wel op de hoogte gebracht? Dat klopt. Hij heeft me dit verteld en ik ben blij dat ik u hier tref, zodat ik in de gelegenheid ben om mijn antwoord ten gehore te brengen. Nee, ik wil niet. Reuze bedankt, maar ik ben helemaal content zoals het nu gaat. Het wordt al een beetje donker. Ik ga maar weer eens op huis aan. Goeie reis. Marieke verdween. De rijke heer gekrenkt achterlatend. Mooi, maar dom, zei hij bij zichzelf. En hij liep stampvoetend richting zijn rijtuig. Zo, wat een dom wicht, zeg hij. Goh, ik ben blij dat ik deze vergissing niet heb doorgezet. Oh, toch geen geschikte partij voor u, meneer. De koetsier was een deftig, rond mannetje met een grijze, chique snor. Wel nee, hoor. Na twee woorden met dat domme kind gesproken te hebben, begreep ik me al te goed dat ik nog geen dag met haar zou uithouden. Wat was een crees, hè? Nou, hup, weg van hier. Blijf je geen seconde langer. Helaas, meneer. Ons paard heeft ook een misstap begaan. En nu loopt ze mank. Een stukje lopen kan ze nog wel, maar helemaal naar Koevoorde zal niet gaan, vrees ik. Godverdomme! Goed, over het veld. Meneer? Ja, die oude weg over het heideveld is wel vier keer zo kort. Dat haalt ze best. Maar meneer... Fijn. Fantastisch. We gaan. En zo trokken de twee lieden het duistere veld in. Hoe lang nog? Meneer, het paard is trager dan gewoonlijk, dus... We zijn al een half uur bezig, me dunkt. Ik zie de lichtjes van Koevoorde nog niet eens aan de horizon. Tja, meneer, sneller gaat op het moment niet en we zullen... Plotseling stopte de koetsier met praten. Ja, we zullen wat? Sst, meneer. Wow, Victoria. Wow, meisje. Wat heeft dit te betekenen? Ik hoorde iets, maar nu niet meer. Wat dan? Het leek op een schapenbel, meneer. Fantastisch. Je hoort een verdwaald heideschaap. En wat ben je van plan? We zijn al vertraagd. De mensen hier hebben het moeilijk, meneer. Het zou misschien wel zo aardig zijn om dit schaap mee te nemen en bij het dorp Zwelo af te geven. Daar komen we toch langs. Als we het dier kunnen vinden tenminste, want ik hoor en zie nu niks meer. Dit meen je niet. Jawel, ik kan niet goed zien met alleen het lichtje van mijn lantaarn. Er is weinig maan vanavond, ziet u? Ben je nou helemaal... Sst! Wat nou weer? Ik zie iets, meneer. Het is een vent. Een lange, ruig uitziende man in vuile gescheurde kleren kwam met wilde gebaren aanrennen. Ik heb de duivel gesproken. De duivel. Luister. Ja, let maar niet op mijn oude heer, hoor. Hij heeft een klap van de molen gehad. Een tweede buitengewoon lange gestalte, maar iets jonger zo leek het, verscheen aan de andere kant van de koets.
In zijn hand droeg hij een grote houten knots. Nou, leg alles wat jullie hebben aan kostbaarheden in de koets. En uitstappen maar. Ja, afstappen. Hopsakee, move. Ik heb de duvo met zijn reet op een doornstruik gezet. Oh god, oh, wat heftig dit. Pa, hou je muil even dicht. We zitten midden in een overval. En de duvel sprak tot mij. Ooit zal op deze vlakte de gouden sleutel tot geluk te vinden zijn. De sleutel van het gerief. Pa! Waar is dat wief? Neem alles maar. Neem alles. Goed, ja, maar laat ons gaan, alsjeblieft. Zeg, waar gaat de reis heen? Waar de reis heen gaat, ja. Ja, wat is jullie bestemming? Noordoosterland. Ik schudde u de hand. Pa, even niet nou. Noordwesten? Ik wens u ten beste. Oh. Altijd weer hetzelfde liedje met hem, hè? Noord-Noorden? Dan zal ik u maar vermoorden. Vermoorden? Nee. We gaan absoluut niet naar het noorden. Nee, integendeel, we gaan precies de tegenovergestelde kant op. Helemaal naar het zuiden. Ja, oh god, gelukkig. De oudere man keek zijn compagnon even aan en richtte zijn manische blik weer op de rijke heer met ogen waar niets dan dierlijke opwinding uit te lezen viel. Ze deden denken aan de redeloze ogen van een op hol geslagen stier. Zijn wang trilde. Het zuiden? Het spijt me, maar nou moet ik overleunen. Wat? Ja. Naar de grote stad, hè? Koevoorde? Tja, dat kunnen we niet hebben. Dat wordt ons net iets te heet onder de voeten. Snap je? Plots dook de oudere vent op de rijke heer en de koetsier zag met afschuw en doodsangst hoe zijn passagier aan stukken werd gescheurd door iets dat niet meer op een mens leek. Kon de arme man nog net uitbrengen. Komt van elkaar, makker. Toen de koetsier zich omdraaide, zag hij nog net hoe een enorme knots recht op zijn voorhoofd afstevende. Daarna werd alles stil op het grote veld. De volgende ochtend was de lucht die van het heideveld afkwam nog weer wat sterker geworden. En het deed nog meer denken aan dood en verderf. Geen levende ziel durfde te gaan kijken. Een paar weken later was het, ondanks alle honger en ellende, feest in de omliggende dorpen. Ook in Westdorp werd het midzomerfeest gevierd. De mensen doften zich zo goed en zo kwaad als dat ging op en muzikanten en zangers brachten hun muziek ten gehore. Er werd gedanst. Ook Marieke moest dansen. Dat hoorde bij de traditie. Ze kon er ook wel van genieten als ze een groepsdans deden. Ondanks de hongerige blikken die veel mannen haar toewierpen. Maar dan was het moment aangebroken waarbij iedere man een vrouw ten dans mocht vragen. Hier zag Marieke als een berg tegenop. De enige man met wie ze wilde dansen, de mysterieuze bode uit Groningen, was er niet. Ze maakte dat ze van de dansvloer kwam. Hé, Marieke. Ze keek op. Teunen stond voor haar. Hij had een zachte glimlach om zijn mond. En hij ademde heel rustig. Ja, sorry dat ik soms zo'n pestkop ben, soms. Maar je moet het ook niet serieus nemen, hè. Ik doe ook maar een beetje stoer. Weet je, ik zal proberen me voortaan een beetje in te houden, oké? Marieke wist niet goed wat ze moest zeggen. Ze had niet verwacht dat Teunis in staat was tot zulk een zelfreflectie. Mag ik voor deze ene keer gewoon, omdat het feest is, deze dans van u? Teunis stond er een beetje onbeholpen bij met zijn uitgestrekte hand. En Marieke zag dat er een blos op zijn wangen verscheen. Ze vond hem voor het eerst in haar leven aandoenlijk. En ze besloot op zijn verzoek in te gaan. Oké. Samen dansten ze op de opzwepende muziek. En na een paar maten begon Marieke er zowaar lol in te krijgen. Ze zwierden en tuimelden en draaiden met elkaar door de menigte over het dorpsplein. Ze zag haar vader langs de kant staan zwaaien met een grote lach op zijn gezicht. En weer tuimelden ze door. Marieke kon een schaterlach niet onderdrukken. De muziek speelde sneller en sneller. Luider en luider. Wow. Opeens drukte Teunis haar stevig tegen zich aan en haar glimlach verdween terstond. Ze probeerde hem wat van zich af te duwen. Teunis! Hij keek brutaal uit zijn ogen. Nou,
en trok haar nog iets dichter tegen zich aan. Zijn hand gleed langs haar rug naar beneden. Teunis! Ja, nou niet net doen alsof je het vervelend vindt, kom op. Hij kneep in haar billen. En een tel later voelde ze achter zich hoe een ander lichaam tegen het hare kwam. Iemand greep haar in haar buik. Ze keek om zich heen en zag hoe meerdere mannen over de schouder van hun danspartner naar haar benen aan het loeren waren als hongerige wolven naar een prooi. Ze keek naar beneden en zag plots dat Teunis haar rok een stuk had opgetild. Laat me los, eikel! Wat is er aan de hand, Marieke? Ik doe toch niks? We zijn toch gewoon lekker aan het ik dansen? Ik wil niet dat je me aanraakt! Oh, nou wordt die mooi. Me eerst een beetje opgeilen om vervolgens zielig te lopen doen? Ja, je had het zelf gevraagd. Ik zag je wel naar hem kieken. Ze wierp zich gewoon in mijn armen. Ja, wat moet ik dan? Het is ook zo lullig om haar een blauwtje te laten lopen. Ja, ze is gewoon aandachtsgeil. Lekker laten gaan, die aanstellen. Om zich heen zag Marieke alleen nog maar loerende mannen en jaloerse vrouwen. Ze merkte dat haar handen begonnen te tintelen. En het duizelde haar terwijl ze naar adem begon te happen. Ze moest hier weg. Ze begon te lopen. Ze schopte haar net de schoenen uit en ze rende. Rende door de menigte over het dorpsplein, het geschal van de muziek achter zich latend. Langs haar huis. Maar ze stopte niet. Verder. Ze rende langs de akkers, de velden waarop ze elke dag ploeterde om te kunnen overleven. En verder rende ze. Ze sprong over het hek van waar de mannen haar zo vaak bespied hadden terwijl ze aan het werk was. En ze rende. En de lucht om haar heen werd al koeler en de ruimte ruimer. Maar ze moest verder, langs de moerassen, door het hoge gras en nog verder. Meer ruimte, meer vrijheid. Verdwijnen wilde ze, oplossen in de duisternis van deze wijde wereld. En ze rende. Rende naar de wijdsheid van de heide. Het eindeloze veld op, waarboven de sterren haar begroeten als fonkelende ogen. Zonder oordeel, zonder honger, belangeloos en schitterend. Zo rende ze, terwijl haar voeten bloedden en haar hart het niet meer hield. Totdat ze plots struikelde. Het leek of Marieke wakker schrok. Ze lag lang uit op de zanderige grond. In haar mond proefde ze de zandkorrels die tussen haar tanden knarsten. Haar benen zaten onder de striemen van de droge struiken waar ze onderweg doorheen was gerend. En op haar voeten begonnen zich al wat blaren te vormen. Ze bewoog haar benen een beetje om de schade op te nemen en strekte ze daarna weer. Ze bevroor en spitste haar oren. Een verdwaald heideschaap in de verte? Had ze dat geluid een moment geleden niet ook al gehoord in haar val? En wat voelde ze nou bij haar voet? Haar brein kon niet verwerken wat het kon zijn. Het veerde een beetje mee als ze er met haar voet zachtjes tegen aandrukte, maar het voelde weerbaar, alsof het strak gespannen stond. Het kriebelde tussen haar tenen. Het voelde zacht aan, dus een struik of tak kon het niet zijn. Ze keek al liggend naar haar voeten en probeerde in het donker te onderscheiden wat zich daar bevinden kon, maar ze zag het niet goed. Ze stond langzaam op, controleerde haar lichaam even op kwetsuren en toen dat al gauw meebleek te vallen, richtte ze zich weer op het vreemde fenomeen. Ze bukte zich en tastte in het zand en tussen de heide. Ja, heb eens. Ze had een draad in haar hand, gemaakt van wat leek op zwarte wol. Ze wilde het oppakken, maar het gaf niet goed mee. Ze schrok en liet de draad los, die gelijk weer strak gespannen stond. Ze keek naar waar het geluid vandaan moest komen, al klonk het erg ver weg. Haar ogen waren al een stuk meer gewend aan het duister en ze probeerde het een en ander te onderscheiden. Niets dan heide. Wat struiken daar? In de verte een groepje bomen, zachtjes wiegend in de zomerbries. En nog iets verder een heuveltje. Maar dat was het dan ook. Plotseling kwam er bijna onmerkbaar een onheilspellend gevoel in Marieke naar boven. Ze dacht erover om weer terug te keren naar huis. Maar toen voelde ze opnieuw de vernedering die ze in haar dorp was komen te verduren en bleef toch staan. Ze staarde naar de gespannen draad. Waar zou die naartoe lopen? Ze trok er weer aan. Ze wilde weten, waar komt dat geluid nou toch vandaan? Ze keek weer dezelfde richting op en
Zag ze dat nou goed? Er leek wel een groepje bomen bijgekomen. Wiegend in de wind. Of nee, het was dichterbij. Het waren twee lange figuren die waggelend door het veld liepen. Daar! Riep er één. Marieke kon een kreet niet onderdrukken en ze besefte dat ze in gevaar moest zijn. Oh, nee. Dit was een afschuwelijke valstrik geweest. Ze rende zo hard ze kon, maar haar voeten lagen open en haar benen waren verzuurd. De twee mannen waren aan de achtervolging begonnen. De uitgeputte, pijnlijke stapjes van Marieke waren geen partij voor de enorme passen die het tweetal in staat was te nemen. Ze haalde haar in een mum van tijd in. Hebbes! Dit is haar! Zij was het die ik zag. Dit is het gouden sleuteltje van geluk. Zakken leeg. Laat me los, ik heb niks. Oh, wacht eens even. Laat me jou eens even bekijken. Gouden sleuteltje van geluk. En geluk, dat is gerief. En gerief, dat is een wief. Ik zei het toch. Potverdomme zeg, wat zie jij er smakelijk uit. Nee, je laat het hoor. Blijf vanaf. Oh, dit is een pittige hoor. En nog mooi ook. Mag ik het even voelen? Hier. Nee. Nou wordt ze kwaad hoor. Zo, hoppa. Over de schouder van ome Brammert. Nee. Ja, het werd tijd dat we weer eens wat actie kregen in ons hol, hè? Blijf van me af, zei ik. Zet me neer. Lief sleuteltje. Jij gaat ons zo gelukkig maken. Auw, smot vergeet me. Het bijt. Gelukkig maken. Pa, een beetje hulp, AUB. Stop deze doek in de bek. Zet me nou. Uitgeput en schor geschreeuwd hing Marieke nu over de schouder van deze reus van een vent. Die, zo vermoedde ze, weinig goeds met haar van plan was. Ze zag onder zich het gras aan zich voorbij gaan. En toen werd de zwarte draad zichtbaar tussen de heide. Ze werd misselijk. En de enorme schouder deed haar pijn in de maag. 1000 gedachten schoten door haar hoofd. Maar ze zag geen uitweg. Haar handen waren vastgebonden. Ze had een prop in haar mond. De mannen waren groot en sterk. En ze had geen energie meer in de benen. Ze moest geduld hebben. En hoop houden. De paniek mocht haar niet de baas worden. Ze zou dit overleven. De reis leek wel een half uur te duren voordat ze eindelijk stilstonden. De bestemming was bereikt. Maar Marieke zag niets. Geen huisje. Geen hutje. Zelfs geen restant van een kampvuur. Gewoon heide. Ze zag wel dat ze bij het heuveltje waren dat ze in de verte had gezien. Ze werd op de grond geworpen. Terwijl de ene man tegen haar aan bleef babbelen, zag ze hoe de ander naar het heuveltje toe liep en wat overhangende takken opzij schoof. Daar verscheen een gammele deur gemaakt van kreupelhout. En naast de deur zag Marieke een aantal schapenbelletjes hangen, waar zwarte wollen draden aangespannen zaten die elk een andere kant op gingen.